donderdag. De voorlaatste dag van onze vakantie. En we zijn nu onderweg naar het strandje Cala Gracio Neta. Gracio, ik weet het even niet. Het is vandaag een heel warme dag. Dus voormiddag gaan we naar het strand, namiddag aan het zwembad, omdat aan het strand namiddag te druk is. Mijn outfit is van Pacha, een discotheek hier. Maar dat was een samenwerking met Stradivarius. Ik weet niet of ze die samenwerking nog hebben. Ik heb het gekocht in april of mei heb ik dit kleedje gekocht. In Stradivarius Maastricht. Dus ik weet niet of ze de samenwerking nog hebben met Pacha. Het is een super mooi kleedje. Daar waren ook bijpassende hakjes bij, dus ik heb het ook wel eens s'avonds gedragen. Maar nu doe ik het voor over mijn bikini. Thank you.
terug van Cala Gracioneta. Een kleine waaitje bij ons hotel. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Want er staat een tegenwind. We zijn nu aan het terugwandelen. De berg die jullie kunnen zien achter mij. Omhoog. Dat is een verre klim altijd. Maar dus we gaan nu terug naar het hotel eten en dan namiddag aan het zwembad liggen. Ik heb goed kunnen snorkelen. Heel mooie beeldjes kunnen maken van de vissen. Ik heb met de vissen gesnorkeld. Dus hopelijk zijn ze goed voor te poetsen met jullie. En dus ik heb al mooi beeldmateriaal kunnen maken. Maar gelijk ik al gezegd heb, moet ik goed oppassen met wat ik post. Omdat ja, heel veel mensen monokini zijn. En dus ik kan niet alles posten wat ik film. Omdat YouTube daar wel heel streng op is. Maar dus ik ga mijn best doen. Ik heb er wel goed naar gekeken. Wat ik heb gefilmd, zowel op het strand. En zo dus. Maar we gaan nu eten.
zijn weer naar het zonsondergangsplekje aan het wandelen. Het is 9 uur, denk ik. Iets na 9 en we hebben juist avond gegeten. Het was weer Spaanse avond. Het was anders eten als, als vorige week. Ik heb hier een ketting aan van Shein. Two-piece is ook van Shein. Topje en shortje. En dan ook weer het enkeljuweeltje van Shein. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen trouwens. We hebben vandaag dus aan het strand calligrafie-net liggen en aan het zwembad. Het is onze voorlaatste dag, maar het is ook wel onze laatste hele dag hier in Ibiza. Het zijn 10 leuke dagen geweest. We hebben wel wat dingen gedaan. Wel wat leuke uitstappen gedaan. Ik ben al buiten adem. Al ver aan het klimmen. Mijn arm is al moe. Wat ik nog zeggen? Deze avond gaan we nog koffer inpakken. 12 uur moeten we uit de kamer. We worden de kamer bijboeken tot 3 uur morgen. Maar dat is niet mogelijk, omdat het hotel volgeboekt zit. Als we uit de kamer gaan, moeten de kamers onmiddellijk gepoetst worden. Omdat in het hotel waar wij zitten, is het zo. Als je aankomt, kun je onmiddellijk in je kamer gaan. Het is niet dat je op een bepaald uur pas in je kamers kunt. Dus het was niet mogelijk om bij te boeken. Soms is dat wel mogelijk als er bijvoorbeeld niet alle kamers volzet zijn. Maar morgen is dus wel alles volzet. Dus we hebben pech. Maar we gaan morgen denk ik wel nog zwemmen en zo. Want we worden pas opgehaald in totaal om 5 uur 's avonds. En onze vlucht vertrekt om 7:40. Wij eten hier in de snackcorner, want avondeten kunnen we niet meer. In de snackcorner kun je zo hamburger, hotdog, croque monsieur, frietjes, pasta, wat is nog, sla. Dat is het denk ik. Dus dat gaan we dan eten als ons avondeten. En dan dus noods in het vliegtuig nog noedels of zo. Voor de rest hebben we nog chips, snoep gekocht voor in het vliegtuig. Dus noods. En dan hopen dat alles vlot verloopt. Sowieso is het hier niet zo lang wachten om door de douane te gaan. We hebben wel al vernomen dat het lang kan duren eer dat je je bagage hebt als je landt. Dus we hopen dat dat niet gaat zijn, dat dat ook allemaal vlot gaat zijn. We landen rond 10 uur 's avonds in Eindhoven. Dus we hopen dat dat vlot gaat verlopen allemaal. We zijn bijna aan de zonsondergangspot. Het is vandaag wel een mooie dag geweest. Zal u nog eens, zo heet het spotje als je ooit in de buurt bent van Calancrasio of Marvel Salamares. Kom dan, en dan zeker eens langs. Dat is een klein hotelletje, B&B-achtig denk ik. Je kunt via dat hotel gaan. Je moet gewoon zeggen dat je voor de zonsondergang gaat. Dan word je begeleid door het hotel, want het is via reservatie. En dat is tussen de 100 en 200 euro voor een reservatie. Voor gewoon de zonsondergang te zien. Maar als je zegt zonsondergang op de rotsen, dan mogen we gewoon door. Oftewel gaat je juist voordat je aan het hotel bent, heb je een berg omhoog en daar kun je op een uitkijkpunt ook gewoon kijken. Daar gaan wij nu naartoe. Dus ik zal dus even filmen. En daar kun je ook eigenlijk heel mooi zien. De eerste avond of de tweede avond zijn we
via het hotel gegaan. Maar op zich hoeft dat niet. Of, het is mooi op de rotsen, maar het is ook mooi op het uitkijkpunt. Dus dat moet je zelf weten. Maar het is een supermooi plekje voor de zonsondergang te zien. Want in de zomer gaat het hier in San Antonio onder. En heb je hier wel de mooiste uitzichten. Dus we zijn er bijna.